Vandaag in deze video wil ik jullie gewoon laten zien, een geheim vertellen eigenlijk, naar waar je naartoe kan gaan als student om gewoon een plek te vinden wat voor jou rust kan brengen. Ik ben nu klaar met werk. Ik werk bij Centerparks. Hier ben ik dan in Zandvoort. En mijn werkplek heeft vele voordelen. Een van die voordelen is dat ik in moeilijke periodes, zoals toetsperiodes en zo, heb ik niet echt een plek waar ik met alles kan leren. Ik bedoel, tuurlijk, ik ga wel naar de OBA in Amsterdam en ik ga ook wel naar de UB. Maar het is gewoon niet genoeg of zo. Ik weet niet, het werkt gewoon voor mij niet zo optimaal als dat ik hoop dat het werkt. Maar er is altijd één plek waar ik altijd naartoe ga. Als het voor mij echt te veel wordt, de stress wordt te veel, mijn taken worden te veel, ik heb te veel problemen of wat dan ook. En die plek is het strand van Zandvoort na 9 uur 's avonds. En vooral de zomer. Zandvoort is vanaf Amsterdam heel erg makkelijk te bereiken. Je pakt de sprinter van spoor 1 vanaf Amsterdam Centraal regelrecht naar Zandvoort, want dat is de eindbestemming van die sprinter. En hij stopt gewoon op spoor 1 en je bent er echt binnen een half uurtje, 25 minuten ben je gewoon in Zandvoort bij het station. En dat is echt gewoon 5 minuten max lopen naar het strand toe. Dus het is echt super dichtbij. Het is bij het circuit. Op het moment dat ik hier op het strand loop, voel ik gewoon een soort van, ik bedoel, jongens. Het is gewoon, ik voel me een soort van, het voelt als iedere keer als ik weer de stad gewoon binnenloop, voel ik mezelf wel wat energieker uiteraard. Maar wanneer ik hier ben, het voelt alsof ik gewoon kan ademen, finally. Snap wat ik bedoel? Dat ik een soort van ook echt gewoon nu kan ademen. Wij als studenten, wij maken een bepaalde soort druk mee die niemand echt begrijpt omdat ze het zelf meemaken. We hebben een druk van wat ons te wachten staat in de toekomst. Hoe het gaat gebeuren, wat we moeten doen om ons doel te bereiken. En die stress kan voor heel veel studenten heel heftig zijn. Ik vind niet dat wij dat iedere dag moeten doormaken. Wij moeten ook een moment kunnen hebben waarin wij zeggen van oké, nu is het ik-tijd. En voor mij is dat het strand Zandvoort. Voor mij is deze plek meer dan alleen maar een Nederlands-Caribisch eiland, een Nederlands-Caribisch gebied. Voor mij is het een plek waar ik me fijn kan voelen, me veilig kan voelen en tot rust kan komen. En dat verdient iedere student. Iedere student verdient om gewoon eens aan zichzelf te denken. Je hoeft niet alleen maar te denken over what will the future bring. Want weet je wat the future will bring? Great things. Maar de toekomst moet je niet bereiken door iedere dag je hoofd kapot te maken. Als je moet leren, ga dan naar een omgeving waar je jezelf zo tot rust kan brengen dat leren niet een moedtaak gaat worden, maar een wiltaak gaat worden. Dit is voor mij mijn plek. En het is tijd dat jij als kijker ook gaat bekijken van wat wordt jouw plek. Maar het is belangrijk dat jij beseft dat er een plek is waar jij je thuis kan voelen en waar jij je thuis hoort te voelen. Zoek die. En wees gelukkig. En remember, er is geen enkele grotere fan dan jijzelf van jouzelf. Neem dan een stapje terug. En kijk dan verder. Want een stap terugnemen is nooit erg. Onthoud dat. Want als ik dat kan, kan jij dat ook. Julian out.